Welkom bij Klaverhof 8 in Pelt. Ik doe samen het bedrijf samen met mijn man. We hebben een 380 melkkoeien, we hebben een 270 jongvee. We hebben ons jongvee op een externe locatie staan. En dan de melkkoeien staan hier aan de droge koeien. Wij melken nu een 350 koeien aan de melk en dan nog bijkomend droge koeien, 30, 40 droge koeien. In 2019 hebben we de beslissing gemaakt dat ik in het bedrijf ging stappen. We gingen daarbij als gevolg ook 50 koeien extra melken. Waardoor dat we zenders nodig hadden. We hadden in het verleden namelijk een ander systeem, puur alleen voor tochtdetectie. We zouden dat moeten gaan uitbreiden en dat was zo net het kantelmoment dat we een beetje twijfelden van wat gaan we doen. Gaan we het huidige systeem blijven of gaan we toch meer ook richting het herkouwverhaal gaan. Dus toen hebben we de beslissing genomen om toch ook die herkouwactiviteit mee te gaan nemen. We hebben toen de keuze gemaakt voor SenseUp, omdat we vooral het idee hadden dat ze heel overzichtelijk waren. Dat we daar heel gemakkelijk en snel een zicht kregen hoe de koe zich op dat moment gedroeg. En ook dat de meldingen heel fijn doorkwamen. En we hadden vooral heel veel het gevoel dat het een heel gebruiksvriendelijk systeem ging zijn. Hier op ons bedrijf gebruiken wij zowel de halsbanden van SenseUp, waar we dan echt de herkouwactiviteit, het vreten en het bewegen mee gaan detecteren. Ook kan dat echt de groepsroutines gaan opvolgen. Dus zijn er veranderingen in groepssamenstelling, maar ook qua rantsoen kunnen we daar heel mooi opvolgen. Gaan ze meer herkouwen of niet? Kijken we naar de herkouwminuten. Hittestress, daar hebben we heel goed in kunnen zien bijvoorbeeld dat er een piek was in hittestress op het moment dat de koeien in de wachtruimte kwamen. Waardoor dat we dan weer acties hebben kunnen ondernemen door bijvoorbeeld verkoeling aan te hangen in de wachtruimte. Ze minder lang in de wachtruimte te gaan zetten. En dan zien we ook heel mooi de evolutie in die grafiek, dus dat gaat zakken. Dus daar kunnen we heel goed dat verhaal in opvolgen. Daarnaast hebben we ook onze selectiepoorten. We hebben er twee. We hebben er eentje puur voor onze koeien die ziek zijn of die bevrucht moeten worden. Alles waar daadwerkelijk een handeling mee moet gebeuren. Maar we hebben ook beslist om in drie productiegroepen te gaan werken. En omdat dat nogal omslachtig was om manueel elke keer de poort om te gaan zetten, dat gebeurde nogal eens vaak, niet werd vergeten. Koeien omzetten van groep was nogal een gedoe. Hebben we dan beslist om dan toch nog een tweede poort aan te schaffen, ook weer een driewegspoort, waar we heel gemakkelijk in drie verschillende groepen kunnen gaan splitsen, zonder dat we daar eigenlijk iets voor moeten doen. Het is puur een handeling in de computer en de rest gebeurt vanzelf. We merken dat in de praktijk het wel echt doet wat we van verwacht hadden. We kunnen echt wel 5 voor 12 gaan reageren bij een zieke koe. We hebben heel snel een zieke koe in beeld, waardoor we ook snel en adequaat kunnen gaan handelen, waardoor dat die ziekte ook niet zo fel uiteindt. Ook de tochten kunnen we heel nauwgezet opvolgen. Onze vruchtbaarheidscijfers zijn daar ook al wat op verbeterd. Heel recent hebben we een infectie gehad van blauwtong. Daar kreeg je dan de koeien koorts door. En doordat wij heel snel die koeien in beeld kregen dat ze zich minder goed voelden, hebben we heel rap kunnen reageren, waardoor dat we toch die productiedaling niet zo hadden, waardoor dat we weinig sterftes hebben gehad nu met blauwtong. Ook een koliuierontsteking bijvoorbeeld heb je snel in beeld. Omdat die dan toch zich minder goed gaan voelen. En dan kun je heel rap gaan kijken wat is hier precies aan de hand met die koe en kun je heel snel gaan reageren. We merken bijvoorbeeld heel concreet naar het inseminatiegetal bijvoorbeeld, het aantal inseminaties per dracht. Vroeger zaten we daar op de 2,1 en nu zijn we toch kunnen zakken naar 1,8 puur op de oudere koeien. Ook naar ons jongvee zien we dat we heel goed vinger aan de pols kunnen houden. Ik sprak net ook dat we een twee locaties hebben voor ons jongvee. Wij kunnen daar dus niet 24 op 24 zijn, maar we hebben wel echt elke tocht perfect in beeld en kunnen daardoor ook juist op tijd gaan insemineren. Elke ochtend als ik opsta, is het eerste wat ik doe eigenlijk mijn gsm bij mij pakken en alles kijken naar gezondheidsmeldingen en naar inseminaties. Ik heb daardoor een heel goed beeld over, omdat er ook een groepsmelding bij staat in welke groep dat dier zit. Zijn het dieren van op onze externe locatie of van hier? En daar kan ik al perfect een beetje mijn dag in gaan plannen van welke koeien moet ik vandaag gaan bevruchten, welke moet ik vandaag gaan behandelen. Een ander belangrijk punt is ook dat je een beetje vinger aan de pols kunt houden. Wat gebeurt er op mijn bedrijf? Loopt het goed? Loopt het minder goed? En dat we daar heel goed een overzicht krijgen wat er heerst eigenlijk. Zonder dat we buiten geweest zijn, hebben we toch al een heel goed beeld op wat er buiten al leeft. Moesten morgen onze systeem platvallen of onze banden zouden weg zijn, dan zouden we wel echt een groot probleem hebben op het bedrijf. We zouden onze tochten heel moeilijk meer kunnen gezien krijgen en onze zieke koeien zouden we denk ik ook wel veel te laat op kunnen gaan reageren. Ik denk dat ik dan mijn matrasje hier in de stal zou moeten gaan leggen, want dan moest ik dag en nacht hier in de stal gaan zitten om al mijn beesten te kunnen overzien, terwijl ik nu ondertussen mijn papierwerk kan doen of de rest van mijn werk. Dus dat zou wel een heel groot gemis zijn.